Ik kom nu bij een thema wat misschien wel in bepaald opzicht het hart van deze hele serie vormt. Dat gaat over de opdracht voor christenen, de opdracht die ze hebben voor zichzelf, de opdracht die ze hebben voor mensen om zich heen. En die opdracht die omvat twee dingen. Ik kies ervoor om het in het Engels te zeggen: saving the soul, saving the mind. En ik zal uitleggen waarom ik dit zo belangrijk vind. Kijk, dat eerste, saving the soul, is denk ik heel duidelijk. Het christelijke geloof is een verlossingsleer. De boodschap van de Bijbel is dat wij gered moeten worden, verlost moeten worden. En elke ziel, elke mens heeft redding nodig. En de boodschap is: geloof in de Heer Jezus Christus en je zult gered worden. Je zult zalig worden, verlost worden. Saving the soul, dat lijkt me heel duidelijk. Maar ik voeg er nog een tweede aspect bij: saving the mind. Waarom is dat belangrijk? Voor de Christen zelf en voor de manier waarop hij andere mensen in deze wereld tegemoet treedt. Ik zal er meteen maar bij zeggen dat dit niet een tweetraps raket is, in de zin dat je eerst moet gaan voor saving the soul en dat saving the mind een latere fase is. Het zijn twee zaken die samen horen, die samen opgaan, die elkaar versterken en beïnvloeden. Het is waar, mensen die gered zijn, die door het geloof mogen weten dat hun ziel verlost is, die zullen anders gaan kijken naar de wereld en hun mind, hun verstand, op een andere manier inzetten. Andere kijk hebben op de werkelijkheid. Maar het omgekeerde geldt ook. Als je je mind, je verstand, werkelijk leert gebruiken, als ons verstand verlicht is, dan zal ons dat brengen tot geloof. En zijn betekenis hebben voor onze soul, voor onze ziel. Dus het gaat over twee dingen. En die verandering van ons denken, dat saving the mind, dat zit in het ene Griekse woord metanoia, wat vertaald wordt met bekering. Maar het mooie van dat Griekse woord is dat je het heel, heel goed kan ontleden, metanoia. Meta betekent dat het anders wordt. Noia, daar zit het woord nous in. En nous is het Griekse woord voor verstand, voor je denken. En dus metanoia, bekering, betekent dat je een nieuwe manier van denken krijgt. En anders naar de wereld kijkt. En de werkelijkheid op een andere manier gaat interpreteren. Dus dat is bekering. En die bekering die leidt tot geloof. En geloof leidt tot bekering. Dus die twee die horen samen. En het interessante is dat dat woord metanoia, dat Griekse woord, vooral ook een betekenis had voor filosofen. Mensen konden van godsdienst veranderen, zich bekeren van de ene religie naar de andere, maar het woord in de Griekse context had vooral betekenis voor filosofen die van de ene school naar de andere overstapten. En dat noemden ze metanoia, een bekering. Dus we zien opnieuw, wat we al vaker hebben gezien, dat deze Griekse woorden die in de Bijbel voorkomen, die in het Nieuw Testament een rol spelen, in het christendom cruciaal zijn, wel degelijk iets aangeven van het feit dat het christendom als een filosofische school en een filosofische stroming kan worden opgevat. Paulus gebruikt het woord metanoia dan ook, zeker in Handelingen 17. Hij is in Griekenland, in Athene, op de Areopagus. Hij ontmoet daar andere filosofen. Wat is zijn boodschap? Ik citeer Handelingen 17, vers 30. God dan verkondigt nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. Daar heb je dat woord. Dus hij spreekt filosofen aan en hij roept ze op om zich te bekeren, om anders te gaan denken, om een nieuwe kijk op de werkelijkheid aan te nemen. Nou, waarom gebruik ik daarvoor het woord saving the mind? Wat betekent dat? Dat er iets van redding en verlossing in zit als onze
mind, als ons verstand en ons denken veranderd wordt. Ik geef een passage zometeen, ik zal hem voorlezen, uit een boek van C.S. Lewis. Het is in het Nederlands vertaald als Brieven uit de Hel. Hij heeft een fictief boek geschreven waarin hij een aantal demonen met elkaar in gesprek laat zijn. En deze demonen die vertellen wat de beste strategieën kunnen zijn om mensen bij het geloof, bij Christus, bij God vandaan te houden. Er zijn meer ervaren, oudere demonen die jongere, onervaren demonen adviezen geven, lesgeven en hen vertellen wat ze het beste kunnen doen. Daarover gaat dat boek, Brieven uit de Hel. Nou, er is een bepaalde persoon en een of andere demon heeft de taak gekregen om die jonge man weg te houden bij het christendom. En de oudere demon die geeft hem informatie. En dan schrijft Lewis het volgende fragment uit dat gesprek tussen die beide demonen. Pas op dat je niet gaat discussiëren en redeneren met hem. Precies, doordat je gaat debatteren, laat je het redelijke denken van je patiënt ontwaken. En als dat eenmaal wakker is, wie kan dan de uitkomst overzien? Je hebt dan in je patiënt de fatale gewoonte bevorderd om zich op tijdloze onderwerpen te richten, in plaats dat hij zich laat meevoeren door de directe stroom van de zintuigelijke ervaring. Het is jouw taak, zegt die oudere demon tegen de jongere, het is jouw taak om zijn aandacht gevangen te houden in die stroom. Maak hem wijs dat dat het echte leven is en zorg ervoor dat hij niet gaat vragen wat je dan met echt bedoelt. Einde citaat. Mooi voorbeeld om te laten zien hoe belangrijk het denken is. Misschien zeggen, ja, het ging in de vorige podcast over Hannah Arendt en haar visie op Eichmann, op kwaad, op gedachteloosheid. En ik nam daar in zekere zin wat afstand van, maar niet alsof dat denken er niet toe doet. Mijn reserve bij de interpretatie van Hannah Arendt is vooral dat zij dat wilsprobleem volgens mij te weinig adresseert en benoemt. Maar wat zij heeft gezegd over gedachteloosheid en het kwaad daarvan, dat is wel degelijk waar. Dus het is niet bedoeld om iets in mindering te brengen op haar visie op dat punt. Want we zien dat om ons heen. Een paar alledaagse voorbeelden wellicht. De weigering om echt door te denken vormt soms de grootste bedreiging voor een mens. Elke roker die een pakje sigaretten heeft, die ziet daarop staan, roken is dodelijk. Hij leest het, maar hij weigert om erover door te denken. Hij heeft geen zin om werkelijk de gedachte toe te laten dat het wel eens waar zou zijn. En hij steekt zijn volgende sigaret op. Iemand die ongezond eet, weet heel goed dat het ongezond is. En de dokter waarschuwt hem wellicht. Maar als je het wilt, als je zo wilt leven, dan weiger je om na te denken en werkelijk je te bezinnen op wat je aan het doen bent. Iedereen die de Bijbel leest, die leest daarover de noodzaak van verlossing, die leest daarover zonde, oordeel, eeuwigheid. Er is een leven dat komt, wij moeten verschijnen voor de troon van God om rekenschap af te leggen van ons leven. Maar het is de gedachteloosheid die ons tegenhoudt. Iedereen die wel eens een gesprek met een ander voert over het christelijke geloof zal deze reactie herkennen. Dat mensen zeggen, joh, stop ermee, ik heb simpelweg geen zin om door te denken. Dus dat laat zien dat nadenken, doordenken, nodig is. En wie werkelijk bereid is om na te denken en door te denken en te zoeken, die zal zijn mind redden, verlossen. Omgekeerd geldt het ook. Het is een wisselwerking. Pas als je gelooft, kun je over deze thema's doorgaan denken zonder dat je door een panische angst wordt
overvallen. Wie mag weten dat zijn ziel gered is, die durft, die kan, die gaat nadenken over wat de Bijbel zegt, over het hiernamaals, over de eeuwigheid en over het oordeel van God. Nou, betekent dit dat christenen alleen goed na kunnen denken? Natuurlijk niet. Er zijn heel veel mensen die goed nadenken, die diep nadenken. Maar christendom zegt in ieder geval dat goed nadenken een deugd is. En het christendom beseft dat het een voorsprong heeft, om zo te zeggen, omdat ze openbaring heeft. God heeft gesproken. God heeft ons extra informatie gegeven, zo gezegd, die ons enorm helpt om dit leven op zijn waarde te beoordelen, om werkelijk kennis te hebben van hoe de wereld in elkaar zit. En wie geen christen is, die sluit zichzelf voor die informatie en voor de stem van God, de openbaring, af. En die kan dus nog nooit een wereldbeschouwing en een filosofie hebben die zo omvattend en zo diepgaand is als het christendom. Nou, ik kwam een prachtig voorbeeld tegen ooit van hoe die tweeslag van saving the soul en saving the mind samengaan. Het komt uit het leven van Avery Dulles. Deze man is in 1918 geboren. Hij overleed in het jaar 2008. Hij groeide op als een atheïst. Maar hij kwam tot geloof en hij is zelfs kardinaal geworden in de Rooms-Katholieke Kerk. Dus als je kijkt naar de rangorde, de hiërarchie in de Roomse Kerk, dan is kardinaal het niveau net onder de paus. Dus die man heeft het enorm ver gebracht in die rangorde van de kerk. Ik kende die naam van Dulles wel, omdat ik wel eens een boek van hem had gelezen over openbaring. En hij heeft meer geschreven en ik wist dat het echt een man met gezag was. Goede boeken, belangrijke boeken geschreven. Dus daar kende ik hem van, als iemand met een enorme denkkracht, met een scherpe mind. En toen kwam ik erachter, op een gegeven moment, wat als het ware die denkkracht in zijn leven heeft ontketend. Want ik wist aanvankelijk niet dat hij vroeger atheïst is geweest. Maar ik kwam een boekje van hem tegen waarin hij in een korte getuigschrift terugblikt op zijn leven. Het boekje heet A Testimonial to Grace. En hij vertelt wat er gebeurde. En ik ga een behoorlijk lang citaat geven, waar ik denk dat het meer dan de moeite waard is om hiernaar te luisteren. Hij was als student bezig met de vraag welk politiek systeem nu het beste zou zijn voor de mensheid. En hij was, vertelt hij, intussen zo ver gekomen in zijn denken dat hij besefte dat een politieke opvatting rekening moet houden met het uiteindelijke doel van de mens. Een systeem is goed als het het doel van de mens verdisconteert. Nu komt het citaat wat hij zelf in zijn autobiografisch verslag verteld heeft. In mijn poging om een politiek ideaal te vinden waaraan de hele mens onvoorwaardelijk toegewijd kon zijn, werd ik teleurgesteld. Ik werd teruggeworpen op het morele en religieuze probleem dat ik had geprobeerd te vermijden. De vraag, wat is het uiteindelijke doeleinde van de mens, was ingewikkeld en daarmee onaangenaam. Maar het riep onverbiddelijk om een antwoord. In de duisternis van mijn innerlijke wereld werden de hoogste menselijke instincten geconfronteerd met een vacuüm. In dat vacuüm trad de genade van God binnen. De dorre verlatenheid van mijn materialistische filosofie, de volslagen onwaarheid ervan en mijn vernedering toen ik dat ontdekte, gaven God zijn kans. Juist de extremiteit van mijn dwaling maakte bekering gemakkelijker. Gods aanbod kwam plotseling en nogal onverwacht op een grijze februarimiddag, zoals zoveel andere. Ik was in de bibliotheek
En ik bestudeerde een hoofdstuk uit De Civitate Dei, over de stad van God, een boek van Augustinus. Dat ik moest lezen voor een van mijn vakken middeleeuwse geschiedenis. In een opwelling sloeg ik het boek dicht. Ik werd onweerstaanbaar aangezet om de buitenlucht in te gaan. Het was een sombere, regenachtige dag, nogal warm voor de tijd van het jaar. De smeltende sneeuw vormde een diepe modder langs de oever van de rivier die ik volgde in de richting van Boston. Ik genoot van de koele regen in mijn gezicht en de melancholie van het tafereel. Terwijl ik doelloos ronddwaalde, was er iets dat mij ertoe aanzette om peinzend naar een jonge boom te kijken. Aan zijn kwetsbare, soepele takken zaten jonge knoppen die gretig wachten op de lente die voor de deur stond. Terwijl mijn blik op hen rustte, kwam de gedachte plotseling bij me op, met alle kracht en nieuwheid van een openbaring, dat deze kleine knoppen in hun onschuld en zachtmoedigheid een regel volgden, een wet, waarvan ik nog niets wist. Hoe kon het, vroeg ik, dat deze tere boom opkwam en zich ontwikkelde en dat al de enorme complexiteit van de processen op celniveau samenkwamen om hem rechtop te laten groeien en bladeren en bloesems voor te brengen? Het antwoord, het afgezaagde antwoord van de scholen was nieuw voor mij. Dat zijn acties tot een doel werden geordend. Door de enige kracht die in staat is middelen aan doelen aan te passen. Intelligentie. En dat het feit alleen al dat deze intelligentie naar een doel toewerkte, doelgerichtheid impliceerde. Met andere woorden, een wil. Het was dus zinloos om deze fenomenen af te doen met ondoorzichtige praatjes over mysterieuze kracht die natuur heette. De natuur die verantwoordelijk was voor deze gebeurtenissen onderscheidde zich door het bezit van intellect en wil. En intellectueel en intellect plus wil vormt persoonlijkheid. Het verstand, niet de materie, lag dus aan de oorsprong van alle dingen. Of liever gezegd, niet zozeer het verstand van Anaxagoras als wel een persoon van wie ik geen eerdere ervaring had gehad. Evenmin bleven de handelingen van deze persoon beperkt tot bloemen en gebladerte. De harmonieuze bewegingen van de sterren, de ordening van de elementen en de gehoorzaamheid van de materie aan vaste wetten waren uitingen van dezelfde wil en hetzelfde plan. Toen ik in mijzelf keek, zag ik energieën die door de menselijke persoon vloeiden, waarvan het grootste deel zich buiten het gebied van het bewustzijn bevonden, die er voortdurend op gericht zijn het vermoeide lichaam en de ziel te voeden en te herstellen. Deze krachten waren niet van eigenmakelij. Deze verrichtingen niet door onszelf tot stand gebracht. Toch hadden ze vanaf het begin een legitimiteit die verleend was door een ander. Dezelfde als hij die de sterren bewoog en de seringen liet bloeien. En dan een aantal bladzijden verder in zijn boek. Dan blikt Dulles terug op wat er is gebeurd en dan schrijft hij: getraind als ik was in de manier van scepticisme, was de daad van het geloof voor mij een verschrikkelijk struikelblok. In zekere zin leek het erop dat ik op moest geven wat ik het meest waardeerde, intellectuele eerlijkheid. Een subjectieve zekerheid maken van de objectieve waarschijnlijkheid was een opoffering van de ratio zelf. En toch, zegt hij, was het paradoxaal genoeg een redelijke opoffering. Want hoe kon men anders instemmen om Christus te volgen met die ondubbelzinnige toewijding die hij, God zelf, met recht kon opeisen? Dat ik uiteindelijk deze daad van geloof verricht is uitsluitend toe te schrijven aan de genade van God. Ik had dit nooit op eigen kracht kunnen doen. De genade die ik ontving was een geweldig en onverdiend voorrecht. Maar ik geloof oprecht dat het er een is die God in zijn trouw niet zal ontzeggen aan ieder die hem ernstig zoekt in gebed. Ik ontdekte dat hij precies zo was als onze Heer Christus hem had beschreven. Een vader die geen steen in plaats van brood zou geven of iets anders dan de Heilige Geest zou geven aan hem die erom vragen. Klop en u zal worden opengedaan.
Tot zover het citaat van Dallas. Saving the soul, saving the mind. De daad van geloof waarmee Dallas het evangelie aanvaarde, leek voor hem als scepticus een opoffering van het verstand. Maar hij ontdekte dat hij juist dat scepticisme moest opgeven om de volle rijkdom van het verstand te ontvangen. En dit levensverhaal van Dallas laat zien hoe de overgave aan het christelijke geloof de weg is, de opening is, tot een vruchtbare en waardevolle inzet van het menselijke verstand. Thank you.